Samson en Gert. 10 jaar geleden, na 760 afleveringen, stopte de immens populaire kinderserie. Maar binnenkort zijn de pratende hond en zijn baasje, waarvan de laatste wel iets grijzer is geworden nu, terug op de buis met 15 nieuwe afleveringen. Goed nieuws dus voor de fans, die natuurlijk al lang geen kind meer zijn. Ja, Samson en Gert waren populair bij de kinderen van toen. Of dat ook voor de kinderen van nu geldt, is nog maar de vraag. Oftewel, maken oude kinderseries eigenlijk nog wel kans bij nieuwe generaties? En misschien hebben jullie het al een beetje gezien op het bord. Hier staan twee mensen op het... Of ja, twee mensen. Er staat één meneer op het bord en een hond. Wie kent ze? Ze kenden jullie niet. Oh, erg. Ze ramp. Nee, we zijn natuurlijk ook al een hele tijd niet meer in Nederland op televisie. En dat zal er ook wel iets mee te maken hebben. Ja, als je doelgroep niet weet wie je bent, hoe succesvol kan een comeback dan zijn? Voor kinderen is het, denk ik, weer een hit. Er zit een dier in, vind ik kinderen heel belangrijk. En het is grappig. Humor. Als je kinderen vraagt over wat maakt televisie leuk, dan zeggen ze het moet vooral grappig zijn. Maar is die humor van toen nog wel de humor van nu? We laten deze zeer kritische klas een aflevering zien. Ik moet stoppen, want dan bel je dat niet. Je vindt ze niet leuk? Nee. Je kan er niet om lachen? Nee. En ligt dat aan Samson en Gert of aan jou? Aan Samson en Gert. Ach, als wij maar gelukkig zijn. Ja. Maar worden de kinderen er ook gelukkig van? Dat hoeft ook helemaal niet. Kom op, zeg. Het is voor jullie. Nee, anders zit ik thuis al hele dagen oud te worden. Het zou verschrikkelijk zijn. Ja. Ah, met de Beauty Farm. Ja, juffrouw. Ik wilde graag nog een afspraak maken voor vandaag. Ja, want die 10 jaar die verstreken zijn, valt ook de kleine kijkertjes op. Maar die nieuwe serie, dan heb Gert grijs haar. Alsof mensen die een dagje ouder worden niet meer op tv zouden mogen komen om een of andere duistere reden. Kinderen zien leeftijd niet zoals volwassenen het zien. Iedereen boven de 15 is oud. Dus of hij nou 25 is of 50, ik denk niet dat het veel verschil maakt. Maar word jij dan ouder? We worden allemaal een beetje ouder, Samson. Daar is niks aan te doen. Ja, tot we allemaal doodvallen, maar dat is niet. Nou, niet te zwaarmoedig. Nee, dat is nergens voor nodig, want uiteindelijk wordt er ook in deze kritische klas gelachen. Veel plezier, jongens. Ja, wij hebben alvast veel plezier. Ja. Daar moet je niet aan twijfelen. Voorzichtig als je van de stoel springt. Ja. Hup, goed zo.